Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van The Gaming Writer. Dit keer met een ander soort video als dat jullie van mij gewend zijn. Dit keer niet met een LSPDFR video of een andere in-game video. Dit keer een video waarin ik vertel hoe dat ik met het schrijven begonnen ben. Want ja, in de naam Gaming Writer zit natuurlijk ook Writer. En dat slaat op de detective reeks die ik aan het schrijven ben. En in deze video ga ik jullie zo'n beetje vertellen hoe dat het schrijven zo'n beetje begonnen is. Er was eens, heel lang geleden. Nee, wacht, het was gewoon 2009. In het jaar 2009 was ik heel veel bezig met kermis en met het nabouwen van kermisattracties met Lego. En op die manier is toen mijn project Lego Kermis ontstaan. En daarvoor wilde ik proberen om een zo groot mogelijke Lego kermis te bouwen met zoveel mogelijk verschillende attracties. En van iedere attractie een video te maken. En zo kwam ik op een dag ook op het idee om een 4D film attractie te gaan maken. Net zoals dat je die wel eens ziet op de kermis, zoiets als de Action Rider. Ja, en in zo'n attractie zit je dan als het ware in een bewegingssimulator terwijl je naar een film kijkt. Beweeg je met alle bewegingen van de film mee en de film is 3D en dat is een hele ervaring. Maar dan leek me een video vanaf de buitenkant leek me dan niet zo heel spannend. Dus moest ook de film zelf wilde ik gaan nabouwen. Maar ja, om een complete Lego film te maken heb je natuurlijk een verhaal nodig. En ja, dat duurde nog best wel even voordat ik erin bedacht had. 2000 years later. Zeg, duurt die video nog lang, want ik krijg steeds meer goesting om dat weg te drukken. Maar plots had ik een goed idee. Ik dacht, ja, laat ik er een achtervolgingsfilm van maken. Maar ja, met een achtervolging alleen heb je natuurlijk nog geen hele film. Want ja, er zit natuurlijk niet echt een spannende storyline in alleen een achtervolging apart. Goed vooral, Rick Kurtum. Dus al snel daarna moest ik er een verhaallijn omheen gaan verzinnen. En personages, voertuigen, regio's en alles. En toen kwam ik erachter. Voor een Lego kermisattractie was het Lego filmproject eigenlijk veel te groot geworden. En daardoor heb ik besloten om dat filmproject los te koppelen. En er een speciale aparte politie Lego film van te gaan maken. En daardoor kwam hij dus niet meer op de Lego kermis. Jammer joh, Lego kermis, volgende keer beter. Nou, toen kon het project Lego politiefilm gaan beginnen. Dat was volgens mij op dat moment ook de werknaam van de film, Lego politiefilm. Het zou zich af gaan spelen in Lego Dam. En toen heb ik een hoop van dit soort agentpoppetjes gekocht en die zou ik dan later nog gaan personaliseren naar de verschillende personages in het verhaal. Daarna ben ik ook regio's gaan bedenken en dit is de eerste filmset die ik toen in een Lego 3D ontwerpprogramma ontworpen heb. Toen heb ik de onderdelen besteld en toen heb ik hem als het ware volgens mijn eigen bouwplan heb ik hem toen opgebouwd. En dit was het eindresultaat. Een verhoorkamer met daarnaast zo'n gang waar je ze altijd in ziet staan. Ik ben even het woord kwijt. Iets van spiegelkamer of zo. Zoiets. Nou, maakt niet uit. In ieder geval, dit was het eindresultaat van die eerste filmset. En niet veel na de eerste filmset kwamen dan ook de eerste voertuigen. Want ja, dat is natuurlijk wel ook wel erg belangrijk voor in een politiefilm, dat je politievoertuigen hebt voor die spannende achtervolgingen en zo. Dus toen heb ik de eerste vier heb ik toen besteld. Ik zal ze nog eventjes iets gedetailleerder laten zien. Ja, dat was mijn eerste politievoertuig voor in de Lego film. Het was een eerst 3D ontworpen, daarna onderdelen besteld ook weer en dan nagebouwd van mijn eigen bouwomschrijving. Was dit de Volkswagen Golf 6 van de recherche met een kleefpit op het dak. En dat vond ik wel leuk als eerste probeervoertuig zo gezegd.
En daarna heb ik besloten om dezelfde Golf ook nog als opvallend voertuig te bestellen. Of nou ja, als opvallend voertuig te bestellen, daarmee wil ik zeggen, net zoals ik al eerder zei, in onderdelen. En de ene keer gaat het goed en de andere keer wat minder. Hier zie je de 2101, dat is een Volkswagen Golf 6 met de Vista-balk. Dat is helemaal goed gegaan meteen met het bestellen. En hier zie je dan de 2103 en daar zit inderdaad, je ziet het goed, er zit een pit op. En dat was dus niet de bedoeling. Er moest een wheelenbalk op, of wheelen, of hoe je het uit wil spreken, maakt niet uit. Maar het zoeklicht, dat ontbrak aan de balk en dat heeft echt bijna een maand geduurd voordat ik dat onderdeel alsnog toegestuurd kreeg. En ja, uiteindelijk is dit dus het eindresultaat van de 2103. Uiteindelijk is het toch nog wel naar wens geworden. Ja, en dan had ik ook nog als laatste nog de Volvo V70, de 2107. En die ziet er zo uit. Eigenlijk direct daarna heb ik ook nog twee voertuigen in onderdelen besteld en opgebouwd. Om ja, een beetje als achtergrondvoertuig wat een kleine bijrol zou hebben in het verhaal. Twee kermisvrachtwagens, eentje zou in het verhaal gestolen worden. En de andere die zou gewoon ergens geparkeerd staan. Ja, eigenlijk wel een vrij dure bedoeling als achtergrondopvulling zo'n vrachtwagen kopen. Maar goed, dat was op dat moment aan de hand. Dus ja, zo heb ik dat toen gedaan. En al helemaal stiekem hopend dat het best wel een succes zou worden, die Lego politiefilm. Had ik al helemaal een soort presentje gemaakt voor iedereen die ook maar een klein beetje hulp zou... Zou bieden aan de film, zeg maar. Ik had een pasje gemaakt, een soort politielegitimatie, maar dan van politie Lego Dam. Met een prachtige pasfoto van een Lego Damse agent erop. Maar na een tijdje kwam ik toch helaas tot de conclusie dat ik met mijn videobewerkingsskills, dat die niet goed genoeg waren om een stop-motion animatiefilm te gaan maken. Ook dat ik... Ja, qua camera had ik ook geen kwaliteit. Had ik een of andere flutding. Mijn laptop destijds die kon ook geen goede kwaliteit beelden aan. Dan ging die haperen. En uiteraard natuurlijk ook nog. Als je alle voertuigen die in een film of in een verhaal voorkomen. Alle personages, alle locaties. Als je die allemaal volledig met Lego onderdelen moet bestellen. En daarna moet opbouwen. Kijk, het opbouwen dat is op zich niet het probleem en het ontwerpen. Maar het bestellen, dat kost zoveel geld. En zoveel geld heb ik nou ook weer niet. No money? Deze conclusie betekende wel een definitief einde aan de Lego politiefilm die gemaakt zou gaan worden. Daarna heb ik voor een hele lange tijd eigenlijk niks meer gedaan met het begin van het verhaal wat ik al als het ware had liggen. Maar na het kijken van veel politieseries en het lezen van detectives, kreeg ik op een gegeven moment een beetje het gevoel van, verhalen lopen me iets te vaak net anders dan dat ik zelf leuk zou vinden dat het verder zou gaan. En toen herinnerde ik me eigenlijk het verhaal weer, wat ik voor die film wilde gebruiken. En toen dacht ik, als ik daar nou eens op een andere manier iets mee kon gaan doen. En toen bedacht ik van, hey, als ik er nou eens een boek van maak. Dan kan ik een boek schrijven, dan kan ik het daarna uitbrengen voor wie het lezen wil. En zo kwam langzaam, door steeds meer inspiratie, kwamen er ook meerdere ideeën voor meerdere delen. En de uiteindelijke bedoeling is dus 13 delen. Dat is misschien een wat apart aantal, maar ja, dat heeft toch wel een bepaald idee, omdat deel 13... Dat is een Halloween special en dat wordt de laatste van de reeks. En dat is een beetje het verhaal van hoe dat ik ben begonnen aan het schrijven van mijn boekenreeks. Visser in de Bruin. En dan ja, heeft ieder boek nog een apart eigen titel, zeg maar. Maar de titel van de reeks is Visser in de Bruin. Zie je die video nu eindelijk afgelopen? Bijna, nog heel even een klein kort stuk. Mij nogal meer. Ik had het eerder over het personaliseren van de personagepoppetjes voor de Lego film. En de poppetjes die ik toen heb samengesteld,
Dat is nu nog steeds de basis voor het uiterlijk van de meeste personages in de boekenreeks. En dus ook voor de game characters die jullie in mijn video's zien. Bijvoorbeeld mijn character Melissa of mijn character Sterre. Dit zijn hoofdagent Suzanne en agent Max. Max is de vader van Melissa. Hoofdagent Thomas en agent Sophie. Agent Jeroen, wat de beste vriend is van Bram en agent Lotte. Commissaris Evert Heijen en hoofdcommissaris Willem Daan. Ja, en dit zijn zogezegd de hoofdpersonages waar de boekenreeks naar vernoemd is. Regisseurs Marieke Visser en Ivo de Bruin. Vandaar Visser en de Bruin. En het is eigenlijk wel opmerkelijk dat ik daar verder nog geen enkele, afbeelding van heb. Nog geen, geen concreet uiterlijk, zeg maar, naast deze poppetje. En dan als laatste nog, mijn persoonlijk favoriete stelletje in de verhalenreeks. Bram en Melissa. Agent Bram en aspirant Melissa. En dat is ook de Melissa die in mijn andere video's, bijvoorbeeld in GTA, te zien is. En ik ga nu verder nog eventjes een paar laatste dingetjes laten zien van characters die ik in-game gebruikt heb. She's been looking forward to this match for a long, long time. The Netherlands, Shy Girl, Anne. Oh my gosh, I can hardly hear myself think. From what I've been hearing, some in the Divas locker room aren't so crazy about how popular this Divas become. Call it jealousy, I suppose. I guess it doesn't matter if you win. I'm told her photo galleries are responsible for a good portion of WWE.com's huge traffic numbers last month. Thinking to avoid that. And she drops like a sack of potatoes. She's starting to put moves together. Watch out. She's on a roll. Avoids the impact there. Netherlands. Big Evil. Look around. Everybody is on their feet right now. Looking motivated to make an impact here tonight. For tuning into this episode of Raw, I'm sure you are just as entertained as we are here at ringside. Looking fresh right now, which is good. You got to wonder how much longer that can last. Back into the ring now. Yeah, this is good. This is where the action needs to be. Man, what a man. The following King of the Ring first round contest is scheduled for one fall. Making your way to the ring
from the Netherlands, Amy the Villain. Oh my gosh, I can hardly hear myself think. Look out, this one's going to be intense. The Netherlands, the WWE Women's Champion, Isaiah the Sweetness. Have you ever heard anything like this? This is unreal. I don't know too many divas that can go toe-to-toe with this one. King of the Ring first round contest is scheduled for one fall, making her way to the ring from the Netherlands, the Jester. I think the WWE Universe senses something big is coming. I don't recall the last time I saw her look as focused as she looks here tonight. How you make an impact. She's gonna need to dig down deep if she wants to keep going now. Netherlands, the Divas Champion, Emma Sunshine. Listen to this arena. You know, she told me earlier today that she will not stop until she is the absolute best diva this industry has ever seen. That might have hurt her ego more than anything else. En dat was het laatste wat ik wilde laten zien over de personages in in-game in de verhalen. Binnenkort ga ik een Q&A video doen. Mocht je nou vragen hebben over de games die ik speel, over mijn personages, over de boeken, over de 2D nautische bediensimulator, het kan allemaal. Laat je vragen hier beneden in de reacties achter. Dan kan ik ze meenemen in de Q&A video. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en graag tot de volgende video.